Binnenkort verschijnt er een nieuw boek van de hand van auteur Leen den Beste. Het boek gaat over de 11 dorpen en de stad Zevenaar die sinds 2017 samen de gemeente Zevenaar vormen. Hoe zijn die kernen ontstaan? Wat typeert de gemeenschappen? Waarin verschillen ze en waarin komen ze overeen? Zevenaar, tot kleur en samenklank, gaat het heten. De titel is afgeleid van een lied dat bij de auteur door zijn hoofd speelde tijdens het schrijven van dit boek. Elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. In dit filmpje bezoeken we, samen met de auteur, de 12 kernen van de gemeente en laten we hem daar kort over aan het woord. Dit is de grens van het Romeinse Rijk. De baadster die we daar zien herinnert daaraan. In dit water, wat ontstaan is door kleiafgravingen, zijn nog restanten uit de Romeinse tijd gevonden. Onder andere een prachtig zwaard. We zijn hier op het Magiusplein in Zevenaar. Hier stond in 1321 al een burcht. Een burcht ter verdediging van het hele gebied hier. Gelderen en Kleef wilden graag dit gebied hebben. En Kleef wist op een gegeven moment de burcht en het gebied in handen te krijgen. Gaf in 1487 Zevenaar stadsrechten. Dit zijn de contouren van de burcht. Hier liep de gracht die rondom de burcht was. En daar had je de toegangsbrug tot de burcht. Ik sta hier onder het schipperspoortje in Lobith. Lobith lag vroeger aan de Rijn, die liep hier langs. Schippers moesten dan, als ze de Rijn opvoeren, langs Lobith voeren, tol betalen. En door dit poortje gingen ze dan naar het tolhuis. Het tolhuis dat al vanaf 1222 in Lobith stond en wat heel bekend is geworden. In 1672 is dat tolhuis verbrand. We zijn in Tolkamer. De naam Tolkamer zegt dat hier vroeger tol geheven werd. Tol van de passerende schepen. Vroeger werd tol geheven in Lobith. Maar Lobith lag op een gegeven moment niet meer aan de doorgaande Rijn. En Tolkamer groeide door allerlei mensen die hier een brood verdienden. Douane, mensen die schepen repareerden. Hier heb je de scheepswerf ook gehad. Marechaussee, mensen die olie verkochten, kruideniers. Maar ook mensen die hier, schippers die hier voor anker gingen. En inkopen gingen doen in het dorp. We staan hier op de dijk bij Aert. In de 80-jarige oorlog, toen de Republiek ontstond, werd de protestantse godsdienst de enig toegestane godsdienst. En moesten de katholieken hun kerk afstaan aan de protestanten. Zo ook dit kerkje in Aert. Toen dit gebied bij Frankrijk ging horen in 1795, werd bepaald dat de kerken die van de katholieken afgenomen waren weer teruggegeven moesten worden. Plaatselijk moest onderhandeld worden. De kerk moest behoren aan de mensen die in die plaats het grootste in aantal waren. En dat waren hier de Rooms-Katholieken. Er werd onderhandeld tussen de protestanten en katholieken, maar die onderhandelingen schoten niet erg op. En in 1800 was de tijd van onderhandelingen afgelopen en wie toen nog niet de overdracht had geregeld, die was zijn recht kwijt. De protestanten en katholieken hier ter plaatse waren nog niet tot overeenstemming gekomen. Het resultaat was dat dit kerkje in protestantse handen bleef. We zijn nu bij Kronenstein, een van de oudste boerderijen in Angerlo. Angerlo bestond vroeger uit marken. En mark is een
grondgebied wat gemeenschappelijk eigendom is van de boeren. Op het gemeenschappelijk grondgebied weiden ze hun koeien en regelmatig kwamen ze bij elkaar om beslissingen te nemen over het onderhoud van de wegen rondom de marken. Ook beslisten ze met elkaar over het onderhoud van het kerkgebouw in Angerlo. We staan hier in Babberich met op de achtergrond de Paters Kapucijnen. Babberich was een klein boerendorpje met veel arme mensen. Maar toen de Kapucijnen hier kwamen, in de vorige eeuw, hebben zij erg hard gewerkt om het dorp op te bouwen en mensen ten dienste te zijn door sociale hulp. Wat de Kapucijnen beoogden was dat Babberich zich zou wijden aan Jezus, ofwel aan het christelijk geloof. Wat hier tot uitdrukking komt in dit beeld. Een van de mooie natuurgebieden in Zevenaar is de Panoven. Ontstaan doordat hier in de 19e eeuw klei werd opgegraven en om bakstenen van te maken. In het begin deden mannen dat vooral met de hand. Putten graven, klei in de kruiwagen en wegkruien. Later, begin van de 20e eeuw, kwamen de machines. En werd de klei in bakken gedaan en over een rails vervoerd naar de kleihoop. Om daar later de stenen te vormen. En nog weer later om de stenen te bakken in de Panoven, een uniek gebouw nog in Nederland. Op de achtergrond zien we het kerkje van Spijk. Dit gebied was vroeger vrij arm. Mensen leefden vooral van werken op de steenfabriek of op een boerderij. Hier vlak langs loopt de rivierdijk. En in 1745 werd die voor een deel verlaagd, zodat als er hoogwater was, het water over kon stromen en dan kon gaan naar de dode Rijnarm en dan via die dode Rijnarm bij Candia weer in de Nederrijn uit zou komen. Dit om te voorkomen dat er dijkdoorbraken zouden zijn. Het dorpje Latum was vroeger heel moeilijk bereikbaar. Wie er naartoe wilde gaan, moest over de rivierdijk. Maar die was smal, niet verhard en in de winter vaak heel baggerig. Verder liep hier binnendoor nog een landweggetje, maar ook onverhard. In 1957 is er een oplossing gekomen en is hier de rivierweg aangelegd. Die loopt van Doesburg zo naar Westervoort en Latum kon zo makkelijker bereikt worden en een prettige plaats worden om te wonen. Op de achtergrond zien we het regelwerk bij Pannerden. Wat is een regelwerk? Dat is bedoeld om het rivierwater te verdelen. Als er erg hoog water is, bestond vroeger in ieder geval het grote gevaar dat de dijkdoorbraken kwamen. En nu kan dat altijd nog gebeuren. En om dat te voorkomen is in 2014 hier afgesloten een bouwwerk. Waardoor je water ten dele tegen kunt houden, maar ook door kunt laten. Dat bouwwerk wat je daar in de verte ziet is 175 meter breed, 5 meter hoog en daar kun je balken inzetten. Als ze laag zijn, stroomt er weinig water over, veel water over en moet er maar weinig water doorgelaten worden, dan worden de balken op elkaar gestapeld en kan er dus zo het water verdeeld worden over de rivieren. Hieronder stroomt dan het water verder door en komt dan een eind verderop weer in het Pannerdenskanaal terecht. Een van de mooie gedeelten in Zevenaar is Riverpark bij Giesbeek. Ontstaan door uitgravingen van dit gebied voor kleiwinning, voor de steenfabrieken en later ook
door zandafgravingen voor de aanleg van de weg die hier vlak langs liep. Hier is een prachtig park, een woonpark, recreatiewoningen. Het heet Riverpark. Oorspronkelijk alleen voor bewoning in, als vakantieplek en later voor mensen die daar nu langer blijven wonen. En zo hebben we een kleine rondreis door de gemeente gemaakt. Natuurlijk staat er veel meer in het boek dan wat er hier te zien was. Het boek wordt uitgebracht in A4-formaat en telt maar liefst 357 pagina's, waarin, naast de tekst, ook 870 afbeeldingen staan. Het gaat €24,95 kosten. Het boek is een uitgave van CVZ, de Cultuurhistorische Vereniging Zevenaar. U kunt het bestellen door een e-mail te sturen naar kleurenklank@cvzzevenaar.nl. Onder vermelding van uw naam, adres en woonplaats.